Goedenavond en welkom bij de live finale van Wie is de Mol? De verwarring die is compleet. Bij de fans hier buiten, waar Chris Segers vanavond de stemming peilt. Maar ook bij de finalisten, want de verdenkingen in de groep gingen alle kanten op. En op het laatste moment is iedereen geswitcht. Sanne weet het nu zeker, Thomas is de mol. Terwijl Thomas ervan overtuigd is dat het Jochem is. En Jochem gaat weer voor Sanne. Ja, en zo is het cirkeltje van verdenkingen helemaal rond. Maar vanavond is het zover. Vanavond komt eindelijk het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? En hier aan tafel, welkom, welkom, welkom. Goed jullie weer te zien, zo met elkaar. Nou ja, Sigrid is er helaas niet bij, is verhinderd. Ze zal worden gemist. Net als jij, denk ik. Ik hoorde een heel erg storing, dus ik hoop dat jullie mij konden verstaan. Maar ik zei, Sigrid kon er niet bij zijn, ze zal worden gemist. En jij werd dat ook, Vincent. De eerste afvaller. Je had nog een vrijstelling ingeleverd voor de groep. En hup, daar ging je. Hoe was het om de serie te zien vanaf de bank? Het was kicken. Dus aan de ene kant dacht ik van, oh, ik had daar heel graag bij willen zijn. Maar het was prachtig om te zien. Hele leuke deelnemers. En hoe gaat het? Oké. Nee, het was echt een genot om naar te kijken, net zoals alle andere seizoenen. En ik vond dit echt een episch seizoen om te zien. Ja. Ja. En dat had niks te maken met het feit dat jij als eerste wegging, toch? Nee, dat was ik alweer vergeten. Oké, sorry. Yvonne, jij vloog er als tweede uit. Notabene omdat iemand anders de test net zo goed of slecht had gemaakt als jij, maar iets sneller was. Die andere persoon, ik kan er nu wel verklappen, dat is een van de finalisten. Echt? Nee! Oh. Ja. Nee, ja, maar de eerste keer had ik het echt supersnel gedaan. En toen was iedereen heel chill. En toen dachten bij de tweede, ja, ik doe gewoon even rustig. Want... Doe het op een gemakkie. Ja, en toen was het exit. Ja. Dus, ja. Ja. Oh, wow. Ja. 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 Er werd in het begin bij jullie al meteen heel veel gelogen, hè, Roos? Ik zou daar nooit aan meedoen. Nee, niet mijn stijl. Nee, het leek alsof jij beter kon liegen dan de waarheid kon spreken. Ja, dat is. Want jij ging naar Vegas, maakte daar van alles mee, vertelde erover. Niemand geloofde je. Nee. Hoe is dat nu thuis? Ik heb wel een geloofwaardigheidsprobleempje. Ja. Heel goed dat ik niet in de politiek zit. Met de verkiezing opkomst niet mee. Ja. Maar hoe zit dat thuis? Geloof je nou, daar mijn wel? Kinderen zeggen nu wel voortdurend als ik aan mijn neus zit... Je liegt! Oh. We gaan eten! Je liegt! En dan, Jeroen. Eigenlijk wil ik je gewoon Elvis noemen. Ja. Dat mag je, Aart. Ja? Ja. Heb je veel aanvragen gehad voor bruiloft en partijen? Nou, die zijn letterlijk op nul vingers te tellen. Dus echt niet? Nee. Ik mag toch hopen dat je inmiddels te boeken bent, want dat is succes optreden. Nee, laten we eerlijk wezen, dat zag er niet uit en het klonk voor geen meter. Maar ik heb wel een te gekke avond gehad. Ja, want hoe was het om daarop te treden? Ja, het was fantastisch. Maar het was vooral ook dat ik daar stond en dat die hele crowd die daar stond gewoon uit zijn dak ging. En dat ik echt dacht, zo goed is het nou ook weer. Ik had me van tevoren nog verontschuldigd, sorry dat ik hier sta en dat ik jullie avond kom verpesten. Maar het komt uit een goed hart. Ja. Dus misschien dat ze dat heeft overtuigd. Het was echt fantastisch. Ja. Ja. Ik heb ervan genoten in ieder geval. Ook van jou, Immanuelle, daar in dat verlaten pretpark. Daar maakte je diepe indruk op iedereen. En met jou, het was een actiefilm waar je in beland was. Ja, nou ja, ik had met mezelf afgesproken. Je doet mee aan Wie is de Mol. Half Nederland wil eraan meedoen. Als je meedoet, vol ja, nou, erin gaan. En ik dacht, schieten, dat vind ik echt fantastisch. Gewoon gaan. Ik moest. Ja. En je zei daar iets, ik moet met geld terugkomen, mijn moeder kijkt. Ja. Was ze trots op je, of niet? Mijn moeder is heel trots. Ze zit nu in Suriname.
Dus helaas is ze er niet bij vandaag. Maar ze is heel trots. En ook zij was erg onder de indruk van de kermis. Vond het heel erg leuk. Ja, dat waren we allemaal. Ik was bang dat ze zo'n agressieve dochter had gekregen. mijn moeder, die weet hoe ik ben. Kent je al. Ja. als kind was ik dan ook zo. Tikkertje, tikkie! Boom. Dus dat was voor haar allemaal... ze herkende het wel. Diederik, ik vind het... Je ziet er complimenten voor je kledingstijl vanavond. Ja. Het is heel wat anders dan al die t-shirts die je aan had. Zeker. Ja. Ik heb geprobeerd met die shirts allemaal een soort nerd-hints erin te verstoppen. Dat vond ik hartstikke leuk. Nou, dat is ook gelukt. En, volgens mij is er nog nooit zoveel over jouw kleding of de kleding van een kandidaat gesproken als over jouw t-shirts. Ja, er zaten allemaal dingen in. En ook allerlei scheikunde dingetjes bijvoorbeeld. En het leuke is dat er in sommige klassen dan nu leraren dat gebruiken om die scheikunde dingetjes uit te leggen. Dat kinderen dat dan weer wat leuker vinden. Mm-hmm. Ja, en dat is uiteindelijk waarom ik het heb gedaan. En dat vond ik... Was er iemand die daardoor had wat hij probeerde te communiceren met zijn shirts, of niet? Iemand? Ja? Nooit, geen seconde over... Later zag ik die foto's met al die ingewikkelde... Ik denk, oh! Ja, de spruit hier had ik niet, zeg maar. Nee. Maar de enige reden, dat de spruit, dat zou dan naar Margriet die spruitje als bijnaam had. Maar ik dacht wel, ik zag die trui hangen en ik dacht, een trui met een spruit. Maar wil ik aan. Ja. Dus daarom heb ik uiteindelijk die trui. Maar waar koop je die dingen, veelgesteld? Moet je Margriet vragen na afloop. Die heeft er thuis heel veel. We gaan even naar buiten, want daar staat de man die altijd staat te stuiteren van enthousiasme. Dat konden we in ieder geval zien in Moltoor. Chris Segers. En hij peilt vanavond de stemming daarbuiten bij de Moloten. Chris. Ja, de stemming is geweldig en de spanning is om te snijden. En ook de meningen zijn in het park bijzonder verdeeld. Ik heb het even gepolst hier en daar en iedereen zit weer op iemand anders. Hier naast mij staat Wouter Jan. Wouter, wie denk jij dat de mol is? Jochem. Waarom? Omdat hij tijdens de opdrachten gewoon te weinig initiatief nam en te veel de mensen anderen liet bepalen. Hij deed gewoon te weinig als kandidaat zijnde. Vind je dat echt? Dat lijkt me wel. Ook daar zijn waarschijnlijk de meningen over verdeeld hier in het publiek. Ik ga heel even verderop aan iemand anders vragen. Dit is Job. Job, jij zit op iemand anders. Op wie ben jij? Thomas. En waarom? Omdat hij bij de lassen opdacht, is hij als laatste loper heeft hij ervoor gezorgd dat er twee lassen uit het spel gaan in plaats van verdubbeld worden. En bij de veiling is hij drie keer de ene laatste bieder, waardoor hij heel veel geld uit de pot speelt, maar niet verdacht wordt. Omdat dat Sanne en Jochem de laatste bieders waren. Jij bent echt overtuigd? Ja, 100%. Je weet dat Wouter Jan het ook is, dat Jochem het is? Ik weet dat hij fout zit. Oké, ik ga hier naartoe. Milou, jij zit op... Sanne. En waarom? Nou, op een gegeven moment zie je zo'n poster van Sweeney Todd hangen. En Sanne heeft natuurlijk in de musical gespeeld van Sweeney Todd. En de regisseur van Sweeney Todd, de film dan, is Tim Burton. En Tim Burton heeft ook de Alice-film gedaan. En je hoort de hele tijd Alice-muziek. Dus dat zou dan weer indirect naar Sanne kunnen wijzen. Wow. Art, ik denk dat je het ook hoort. Er is consternatie in het publiek in het Vondelpark. Dit is een bijzonder mooi argument, vind ik. Maar ja, er zijn zoveel goede argumenten. Ik heb in ieder geval, voor degene die het gelijk heeft, heb ik een fles champagne meegenomen, Art. Oké, nou, dat kan er vanaf dan daar, Chris. Maar ik was eigenlijk ook wel benieuwd hoe het zit met die verdelingen in de app. Ik had de hoop dat Chris daar meer van zou weten, hoe het zit met de verdenkingen. Maar volgens mij lag het allemaal redelijk bij elkaar. Het is nu in ieder geval, kijk, daar zien we het. 46% gaat voor Thomas, 34% gaat voor Jochem en 20% gaat voor Sanne. Dus nou, we hebben twee koplopers. We gaan er achter komen hoe het zit. Want volgens mij is het hoog tijd om ze erbij te gaan halen. Het is veel te leeg hier aan tafel. Ja. Dus hier zijn ze, de finalisten van Wie is de Mol 2017. Jochem, Sanne en Thomas. Oh,
Dit voelt toch beter weer zo compleet, ja, hè? Ja, we missen Sigrid, maar het voelt toch beter zo. Wat een opkomst. Onvoorstelbaar. Ja. Ja, nou ja, goed. Je weet dat het er is. En vorig jaar hebben we natuurlijk ook gekeken. Maar ja, die mensen, het is onvoorstelbaar, toch? Onvoorstelbaar. Of was ik de enige? Niet normaal. Ik sta helemaal te shaken. Ik zit helemaal te shaken hier. Echt. Wat zijn de reacties die je de afgelopen week hebt gekregen? Een leukste reactie die je hebt gekregen? Nou, ik was laatst in Burgers Zoo in Arnhem met mijn familie. En ik leek wel een of andere zeldzame diersoort. Want het was echt constant foto's en ja, leuke reacties. En het was alleen maar echt heel veel liefde. Mensen zijn, de Wie is de Mol-fans zijn volgens mij de leukste fans ever. Ja. Ja. Want het is echt alleen maar leuk. Heb je nog wel iets gezien daar in Burgers Zoo, of niet? Nee, eigenlijk niet. Heel veel camera's. Heel veel fototoestellen. Ja. Sanne, je hebt twee jonge dochters. 12 en? Hoe oud is het? 12 en 8. 12 en 8. Dus hoe hebben zij zich gehouden al die weken? Nou, echt belachelijk goed. Echt bijna beter dan ik. Ja. Nee, want ze wisten dat ik meedeed. En ze wisten ook hoe ver ik was gekomen. Ze weten de uitslag niet, de einduitslag. Maar ze hebben aan niemand iets verteld. Nou, dat vind ik ongelooflijk knap. Dat is heel knap. Voor meisjes van 12 en 8. Ja. En wat moesten ze vertellen dan tegen jou als mensen iets vroegen? Ik was op yogareis. Ja, ja. Maar echt best wel lang. Ja. Je bent ook heel flexibel nu. Ja, ik ben ontzettend lenig teruggekomen. Ja. Ze zitten achter je, hè, je dochters. Teuntje, onder andere. Oh. Ja, dus ja. Hoe vind je, heb je alle afleveringen gezien? Ja, allemaal. Ja? Hoe vind je dat je moeder het gedaan heeft? Heel goed. Alleen soms schaamde ik me wel een beetje. Ja, hoe kan dat nou? Wanneer dan? Waarvoor? Bijvoorbeeld als ze ging kruipen met die duinopdracht. Ja, ja. Nou, dat had ik ook wel een beetje, ja. Ja. Hadden wij ook. Ja. Maar je bent nu wel trots op dat ze zo ver is gekomen. Ja. Dan gaan we er zo achter komen hoe het zit. En Jochem, over jouw zoons. Ja. Zonder jouw zoons had je in eerste instantie helemaal niet meegedaan, hè? Nee, want ik had eigenlijk 5 jaar geleden kwam er al een verzoek. En precies. Toen heb ik een mailtje gestuurd. Ik ben erg druk en ik geloof niet dat ik een goede kandidaat ben, want ik snap dat nooit zo goed. Nee, en toen dacht Levi, wat doet hij nu, die vader van me? Dus ik heb dus in de archieven ben ik gedoken. Oh, die heb en ik heb hier de brief van Levi, beste mensen van Wie is de Mol. Ja. En hij schrijft, zet mijn vader maar op de lijst voor volgend jaar. Dan zorg ik wel dat hij het programma helemaal snapt. Ja. En een grote mollenontmaskeraar wordt. Of natuurlijk een geweldige mol wat hij als beste zou kunnen. Ja, hij heeft wel zijn best gedaan, hoor. Ja? Ja, echt waar. En je bent door hem gecoacht eigenlijk, toch? Aan de zijlijn een beetje. Ja, op zondag breng ik hem nog alles naar Utrecht. Want daar woont hij op kamers. En tijdens die reis hadden we het dan over wat we het beste konden doen. Wat nou een zwarte vrijstelling was en wat een andere was. En hoe ik het beste erin kon en wat ik vooral niet moest doen. En nou ja, ik zit in de finale. Dus het was een goede les. Ja, want Levi, heeft hij goed naar je geluisterd, je vader? Ja, hij heeft wel goed naar mij geluisterd. Hij zit in de finale. Precies. Dus dat is gelukt. Ik was al blij dat hij in aflevering 2 zat eigenlijk. Dat was, hij heeft veel adviezen opgevolgd. Hij heeft ook wat dingetjes zelf bedacht. Dubbele bondjes heb ik zeker niet bedacht. Nee. Zeker zelf bedacht. Sigrid, niet mijn schuld. ik ben super trots. Ik ben hartstikke trots. Apetrots. Ik heb een beetje het idee alsof jij zelf ook hebt meegedaan. Wat? Ik heb een beetje het idee alsof je zelf ook hebt meegedaan. Ja, kom maar op, volgend jaar. Heel goed. Naast jou zit Nina. Ja. Dat is jouw beste vriendin toch zo'n beetje, toch? Of niet? Zeker, ja. Ja, nog wel. Want? Wat denk je? Nou ja, als hij de mol is, dan hebben wij het heel moeilijk even met elkaar, denk ik. Ja, ik heb het heel zwaar gehad de afgelopen weken, want hij heeft het supergoed gedaan. Want het is natuurlijk in het programma waarin hij moet liegen en bedriegen, maar ook dus gewoon door alle weken heen naar zijn vrienden toe. En dat heeft hij heel goed gedaan. Ik ging er eigenlijk elke aflevering vanuit dat hij eruit lag. En hoopte dat ook een klein beetje, zodat we weer gewoon normaal konden doen. Maar ik ben heel trots op hem. Hij heeft de finale gehaald. Ja, nou, zo is het. We zitten hier dus met die drie finalisten. En het is een beetje een raar moment natuurlijk, want wij weten hoe het zit. Maar jullie nog niet. Vertel het ons. Wie is de mol? En hier in de studio weet niemand het nog. Thuis voor de televisie. We zijn er wel aan toe volgens mij, toch? Aan die ontknoping. Ja, wel. Kijk elkaar nog één keer goed aan als finalisten. Want we gaan er naartoe. We gaan naar de ontknoping kijken van Wie is de Mol 2017.
Jochem, Sanne, Thomas. Jullie werden alle drie tijdens het spel door een van de anderen aangewezen als mol. Jullie hebben een vreemde driehoeksverhouding waarin bondgenootschap en wantrouwen elkaar afwisselen. Met als resultaat een rigoureuze koerswijziging. Op het laatste moment van jullie allemaal. Jochem, jij saboteerde op een manier die bij je medekandidaten behoorlijk in de gaten liep. Misschien ben jij wel de meest opvallende mol ooit. Tegelijkertijd leek je bij vlagen een onzekere kandidaat. Vooral bij de test kon je nerveus zijn. Niet goed geleerd, bang om naar huis te vliegen en zogenaamd nooit een idee wie de mol is. Terwijl het zomaar zou kunnen zijn dat jij dat voor vertrek al wist. Sanne, de enige vrouw in de finale, de koningin van de groep. De rest zijn je onderdanen. En ook al nam jij je voor ethisch te spelen, menselijk, toch bezweek je vaak voor de verleiding. Je betaalde veel geld voor een joker bij de veeveiling. 2000 euro. Volgens welke normen en waarden is dat gerechtvaardigd? Juist, volgens die van de keurigste mol ooit. Thomas, jij kende een vliegende start. Hoorde bij het viertal dat op dag 1 met een helikopter naar de vrijstelling vloog. De rest moest vervolgens allemaal naar huis. Hardlopers die doodlopers werden. De enige die nog in het spel zit, ben jij. Mocht jij de mol zijn, dan ben je misschien wel de beste ooit. Zo geslepen, zo stoïcijns. Als een dief in de nacht verraadde jij de groep zonder dat ze doorhadden. Wat je ook deed, ze leken je niet te willen verdenken. Thomas, Sanne, Jochem. Het is eindelijk tijd voor het antwoord op die ene vraag. Wie is de mol? Hier en nu begint de jacht op de mol. Portland City. Ik verdenk, zeg ik. Natuurlijk een prachtige opdracht voor de mol om lekker te mollen. No, God! Ja? Het zou zomaar een mol kunnen zijn. Ik vertrouw hem wel echt. Oh. Misschien is het zo'n mol die af en toe heel erg mondt en dan weer helemaal niet. Dit kan je mij zien of niet? Ja, heel erg in de verte, maar ik zie niet precies wat je doet. Er is ook een 500 euro gepakt. Ik ben heel veel rare dingen. We gaan naar links, jongens. Hey, jongens, let op de groene en oranje lichter. Het is een soort van semi-molle actie. Ik geloof dat niet. Ik verdenk Jeroen. Ik wil gewoon een joker. Nou ga ik tegen jou op. Toen dacht ik, nou ga ik gewoon eventjes. 2000 euro voor een joker. Als hier een mol tussen zit, heeft hij dat wel goed verborgen kunnen houden. Waarom? 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 Ja, niemand gaat voor de pot. Pak gewoon iets, ga door. Want ik zie hem niet, duurt te lang. We gaan gewoon door. Dat begint al een beetje op te vallen. Jochem is voor mij niet verdacht. Thomas is voor mij ook totaal niet verdacht. En Sanne is zo niet verdacht. Niemand is te vertrouwen bij de mol. Aan het eind van de slagerij hoeven ze niet het hok in. We zien hier wel twee enveloppen. Meteen al allerlei onduidelijkheid. M maak ik, jij maakt O. Ik kan ook nog M maken. Je doet niks, Jochem. Iedereen liegt en bedriegt.
op de goede volgorde hangen. Maar je bent toch niet met de letters die kant op aan het werken, toch? Ja. Ik heb jou gezien. Ik heb mijn mol in de gaten. Wie is de mol? Sanne is de mol. Waarom met elke maar 6? Thomas is de mol. Jochen is de mol. Maar kijk even de inrichting. Hier woont een vrouw. Ik ben de mol. Ik kom zo bij jou, want ik zie tranen in je ogen. Maar Thomas. Ja. Houden niet open. Ja. Je mag het nog een keer hardop zeggen. Ik ben de mol! Nou, had ik al kippenvel om het terug te zien, maar hoe was dat voor jou? Oh. Nou, ik weet nog dat ik daar stond en ik moest... Jullie hadden gezegd, ja, tel 21, 22, 23 voor je het vertelt. Dat leek wel een uur te duren. En ik zei het echt volgens mij met... Ik ben de... Ik had zoveel zenuwen. Het was echt een ontlading van je welste. En het, ja, als ik het terugzie, mijn hart gaat echt zo hard tekeer nu. Ik moet aan de beademing, ik weet het niet. Het is echt niet normaal. Wat is bekend? Je hoeft er niet meer over te liegen. Het is gewoon, je bent gewoon de mol. Voelt het opluchting of hoe voelt het nu? Nou ja, als je zo naar andere seizoenen kijkt, hoor je de mol steeds zeggen... wat een opluchting, het is eruit. Maar het is bij jou nog niet. Dubbel. Ja, het is een opluchting, maar het is ook klaar nu. En ik vond het echt een te gek avontuur, het leukste wat ik ooit heb gedaan. Ik vind het ook heel erg jammer. Ik had nog jaren dit geheim eigenlijk willen bewaren. Ja. Volgend jaar weer. Ja. Wordt lastig, hè? Ja. Ik kijk heel even naar de rest van de tafel. Gaat het een beetje met jullie of niet? Oh, Thomas, echt pan. Fantastisch. Nou, echt. Ja. Ik heb echt geen... Ja, één moment heb ik het gedacht. Oh. Ja, in de fabriek. Weet je nog? Met het rollen. Ja, en ik keek je zo aan en zeg, Thomas, en vanaf dat moment heb je niet meer met mij gesproken. Jij had het moeten weten! Maar we gaan heel even naar de buurman toe. Daar zit hij. Oh. Ja. De wetenschapper, hier wat aan tafel. Heb je fantastisch gedaan, zeg. Ja. Oh. Jij zei nog bij het afscheid tegen mij... Oh, zie maar, ik hoop zo dat mijn bondgenoot vanaf dag 1 wint. Ja. Weet je nog? Nou, ik zat daar bij die diner en ik was zo blij met alles wat ik had meegemaakt. En ik wist, ik zat toen voornamelijk op Sanne en een beetje op Jochem. En ik heb altijd wel rekening gehouden met de mogelijkheid. Maar op dat moment dacht ik weet het gewoon echt niet zeker. En ik wil of nu winnen of voor de finale eruit. Want verliezen in de finale of daarvoor, dat maakte mij op dat moment niet uit. Mm-hmm. Het was gewoon zo mooi geweest dat ik dacht van... oké, er is één manier waarop ik misschien informatie uit de test kan halen. En dat is nu 100% mijn bondje van 3,5 week... vanaf de allereerste uur in de bus. Dat ik die zou vertrouwen. Ja. En dat ik weet, oké, jij bent dan kandidaat. En als dat zo is, nou, hele theorie, geneuzel met stemmen verdelen... maakt allemaal niet uit. Mm. Nu zeker niet meer. Ja. Maar... En er was je altijd de mogelijkheid dat hij... om te zeggen dat je de beste vriend van de mol was. Wat zeg je? Je hebt heel veel woorden nodig om te zeggen dat je de beste vriend van de ik mol was. Ik heb 3,5 week net niet in het bed met de mol geslapen. Bijna. Maar wel 2 meter ernaast. Absoluut. Ja, 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 ja. En hij is het toch echt. Thomas is de mol. En er is maar één persoon die de mol heeft ontmaskerd. En ja, dit is wel opvallend. Van alle testen die er gemaakt zijn in deze serie... dat zijn er 55 in totaal... is er maar 2 keer bij vraag 20, de vraag wie is de mol... de juiste mol aangeklikt. Wow. Wow. Dat is... dat is wel een applaus waard, want het is maar 1 keer eerder voorgekomen... in de geschiedenis van dit programma. Die 2 keer, dat was allebei...
Sanne, en daarmee ben jij de terechte winnares van Tiersmol 2017. Dank u. Ja, jij hebt het heel knap ontrafeld. We konden er allemaal van meegenieten, van je denkproces, stap voor stap. Maar je hebt er wel even over gedaan. Ja. Ik ben ook bang dat ik degene ben die bijna die iets sneller was dan Yvonne die ene keer. Ja. Toen zat ik nog op Sigrid. Echt waar? Ja, toen heb ik volgens mij Sigrid ingevuld. Maar op een gegeven moment zat ik te biechten. En toen hoorde ik mijn eigen woorden als een echo. En toen dacht ik, hè? Thomas, echt zo heel langzaam, doende zo opeens, alsof hij altijd in een soort van zwart-wit was geweest en opeens werd hij kleur. Zo speelde hij voor mij ook. Ja, Thomas is er gewoon bij, dat is gewoon een kandidaat. Ja. Geen moment verdacht. En nu, ik moet zeggen, nu ik hem wat beter ken en ik zie hem ook af en toe tussendoor, en als ik dan de mol terugzag, dan dacht ik, wat doe je dom? Wat doe je dom? Hij heeft zo'n heel dom snuitje af en toe. En doet hij dan is het uitgelegd en dan, zegt, en dan is de opdracht duidelijk en dan zie je Thomas nog, huh? Dat deed je steeds. Ik dacht, nou, Thomas stelt niet echt mee. Dus gewoon niet zo'n heel, niet zo'n heel slimme kandidaat. Maar op een gegeven moment begon het, kon het gewoon voor mij echt niet meer anders. De som was zo dat ik, hoe ik de kaarten ook legde, het moest wel Thomas zijn. Ja. Helemaal toen Diederik eruit was. Ja, dus Diederik heeft je geholpen met de overwinning in zekere zin. Ja. Ja. Dat is toch mooi, Diederik. Ja. Ja, of als hij kandidaat was geweest, had ik hem geholpen. Dan help ik jou, dus wat dat betreft. Ja. Dan moeten we heel even naar jou, Jochem, want jij bent echt de Guus Geluk van dit seizoen. Oh. Dat is ongelooflijk. Nou. Jij staat in de finale. Alsof het allemaal gewoon echt... Dus, er is een goede... Maar goed, zeg, doe maar even wat erop kan. Luister even mee, want ik heb het opgeschreven om te kunnen onthouden. Jij bent minimaal 4 keer door de test gekomen, door een joker of omdat je sneller was dan een andere kandidaat. Yvonne... had net zoveel fout als jij. Je was net iets sneller. Aflevering 2, joh. Het is je gegund, hoor. Die joker bij de Oregon Trail die jullie gemaakt hebben 's nachts, was jouw redding, anders had je eruit gelegen. Oh my god. Emanuelle heeft jou een vrijstelling gegeven. In aflevering 8 pak je de vrijstelling voor de finale. En zo stond je nekens samen met Sanne en Thomas daar. Ja, nou, ik ben ook dolgelukkig. Ja. Dit is meer dan ik ooit had kunnen hopen. Nee, dat is waar. Zoveel geluk in het spel, plus jouw spelplezier... en toch ook wel de tactiek die je af en toe had. Maar ja, er waren hele korte momenten van tactiek. Ja. En toch ook wel briljante molboekjes en een mooie O. Precies. Van een beetje, de O van onhandig, denk ik dan maar een beetje. Dat is ook een soort handtekening. Ja. Nee, ik heb onvoorstelbaar veel geluk gehad. Ik heb twee bondjes mee in de verkeerde tunnel gelokt. Ik heb volgens mij over de 6.000 euro uit de pot gespeeld. Ik heb met mijn molboekje kwijtgeraakt, ben een joker kwijtgeraakt. En ik heb uiteindelijk 4 vragen op Thomas. Van alle. 4 vragen? Ja. 4, van al die vragen. Dus het is met de handen en voeten van God dat ik hier zit. Ja. En het maakt je voor veel mensen verdacht. Ja, dat had ik in de gaten. Dat vond ik ook heel leuk, om dat mee te spelen. Maar dat is vanaf nu volgens mij voorbij. Hè? Ja, ik denk het wel. Maar we kunnen even naar buiten gaan, want daar staat Chris nog steeds bij de fans. Ik ben wel benieuwd, Chris. Zijn ze daar een beetje bijgekomen? Ja, nou, nauwelijks. Mijn hart bonst ook in mijn keel. Ik ben nog net niet uitgestuiterd, want wat was het spannend? En wat vond men het hier spannend? Er is groot gejuich geweest, veel verbijstering ook. En ook heel leuk om zojuist nog heel even een kleine sneer aan tafel van Sanne te horen. En ik weet zeker dat er iemand bij jou in de buurt zit, Margriet in deze, die opgelucht ademhaalt dat ze niet vanavond de vijver in hoeft te springen. Dat is voor de kijkers een oproep. Maar ik sta hier natuurlijk ook bij deze heer hier naast mij, die het... Je had het goed, Job. Ja. Ja, heel vanzelfsprekend, maar anderen waren ook overtuigd van hun gelijk. Maar je hebt het goed gedaan. Wanneer kwam je er echt achter? Want je had natuurlijk een goed argument, maar vanaf welke aflevering wist je het? Vanaf aflevering 3 dacht ik dat hij de mol was. Want toen was er bij de duinopdracht was er ineens 500 euro verdwenen. En Thomas was de laatste loper, dus ik dacht, dat moet Thomas zijn. Dus hij is de mol. En je hebt het goed gedaan. En wat een geweldige mol. Echt, Thomas, respect. Zo knap. Ik heb hier een fles champagne voor jou. Drink hem. Je kan hem alleen op drinken. Ik weet niet of het verstandig is. Zijn er hier anderen die ook op Thomas zaten? Nou, Job, je kan gaan delen. Ik heb hier 3 glazen. Er komen er nog meer aan. Laat het je goed smaken. En knap dat je het goed had. Niet iedereen, dat is duidelijk, had het goed. Ik wil heel even je meenemen
naar deze lieve jongen die een geweldig bord had gemaakt. Ol, 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 Jochem is de mol. Lieverd, je hebt het niet goed, maar ja, Jochem heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Dus chapeau voor hem. En ben je een fan van Jochem? Ja. En vind je dat Thomas het ook goed heeft gedaan? Ja. En Sanne ook? Ja. Oh, daar zijn we het allemaal in ieder geval over eens, hier in het park, Art. Ja, ik ben het er ook mee eens, Chris. Ik zou heel even, Thomas, want die vriendschap voor jou met Nina... Ik zie Nina daar, nee, die staat op de grond in het zakken. Ik ben benieuwd hoe... Ja, hij is het dus echt, het is hem dus. De mol, die vriend van jou. Ja, ik weet echt, ik ben in geen tijden zo sprakeloos geweest. Ik vind het echt... Het enige wat ik de hele tijd heb gedacht is... één ding is zeker, Thomas is niet de mol. Dat is het enige wat ik zeker wist. Ja. En ik dacht, wij ik word... een keertje wat gaan drinken. Wij moeten echt wat gaan drinken. Serieus, you and me, baby. Thomas, wat fantastisch gedaan. Wat fantastisch gedaan. Maar ik ben... Wij moeten praten, ja. Jezus. Ja, daar gaan praten. Nou, dat kan de afloop. Want iedereen zat dus eigenlijk op de verkeerde mol. En zo kwamen Jochem en Sanne in die finale terecht. En zat Sanne goed. En Sanne, jij had dan aan het einde die briljante optelsom... waardoor je bij Thomas kwam. Ja. Maar je pakte ook de verdubbelaar in de allerlaatste opdracht. Ja. En dat betekent dat jij naar huis gaat met, hou je vast, het astronomische bedrag van €24.320. Maar dan ben ik benieuwd, Thomas. Jij deed het zo goed als mol. Niemand had je door. Maar dan op het allerlaatste moment pakt Sanne die verdubbelaar. Hoe zuur is dat? Ik vond dat verschrikkelijk. Maar ja, het was echt zo. Daarna moesten we biechten. En we waren gewoon op van die 3 weken. En ik heb daar volgens mij 10 minuten lang alleen maar zo... Ik heb gefaald. In de camera gezegd. Ik was gewoon heel verdrietig. Maar ja, het is een terechte winnares. En ja, ze heeft die puzzel en het touwen en het tellen zo goed gedaan. Ja, het is heel terecht. Ja. Het was ook geen moeilijke opdracht. Het was helemaal niet moeilijk. Volgens mij zit jij met je hoofd echt nog steeds in dat bos met die Ik kon niks meer. Pas op. Ja. Maar ik zei het al daar in de finale. Misschien ben je wel de beste mol ooit. Want er was lange tijd echt niemand die je verdacht. Ondanks al je acties. En er waren er behoorlijk wat. Maar de groep leek een soort blinde vlek te hebben. Dus we gaan eens even kijken hoe jij het gaat. Oh. Ja! Gang, 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 gang. Hier en nu begint de jacht op de mol. Het doel in aflevering 1. Verdeel en heers. Portland City. De groep opsplitsen en iedereen ervan overtuigen dat ik de perfecte kandidaat ben. Oké, gebouw. Ik zie een banner op dat witte gebouw. Ja? Keep Portland weird. Nou, we hebben hem. En ja, doordat ik in een helikopter zat, werd er goed geld verdiend door de andere kandidaten. Het is niet echt een lekker begin voor de mol. Geef ik toe. Maar mijn dekmantel als perfecte kandidaat is in dit stadium nog even belangrijker. Het begin van de val die ik zal zetten en die later genadeloos zal dichtklappen. De helikopterkandidaten werden door Art ondervraagd in de bioscoop en voor mij een uitgelezen kans om mezelf heel onschuldig te presenteren op het grote witte doek. Je hebt een vrijstelling. Ja. Ben je bereid die in te leveren voor een groepsvrijstelling? Hoeft er niemand naar huis deze aflevering? Ik ook niet. Jij ook niet? Niemand? Dan moet het eigenlijk gewoon doen, want dan zijn we dus met z'n vieren gered. De vraag is natuurlijk of wij elkaar vertrouwen. Een eerste indruk is goud waard. Ja. Opgaan in de groep, je wil de vertrouwen winnen, een beetje verdeel en heers. Maar dan kom je in zo'n groep als dit terecht. Hoe moeilijk is het om die eerste dagen door te komen? Nou, ik had een hele duidelijke tactiek gekozen. Ik wilde een mol zijn die heel erg kandidaat wilde zijn. En dan heel erg de boel aan het verstieren was. Maar dus mijn tactiek was gewoon een beetje zenuwachtig zijn. Ik vond dat heel spannend om voor jou te staan. En dat ook tegen de groep gezegd. Ja! En ik heb het ook echt 24 uur lang volgehouden. Van ik vind Art, ik vind het zo spannend voor Art en al die camera's. En dat was dus de tactiek. Gewoon een hele zenuwachtige kandidaat zijn die dan langzaamaan slinks tussendoor zou glippen. Het ging in die eerste dagen meteen heel goed af. Maar Vincent, ik kom even bij jou. Want jij was die eerste aflevering de hele tijd bij Thomas in de buurt. Ja, klopt.
En we hebben ook gesprek gehad in het busje, Thomas en ik. En hij zei van, ja, maar je bent heel erg verwarrend aan het doen. Je bent heel erg. Dus hij probeerde steeds dingen te schrijven. Ik dacht van, wat is het met deze jongen? En hij was zo niet te lezen. Dat heeft hij zo goed gedaan. Ja. Dat is niet te lezen. En dat is echt een van zijn sterke kwaliteiten geweest. Maar ja, hij staat vlak voor mijn neus. Ja. Ja. Dus dat was je indruk van hem. Hij is niet te lezen. Je kon hem niet goed plaatsen. Ja, klopt. Want ik zat aan de tafel met Jeroen en Roos toen we aan het liegen waren over de vrijstellingen. En Roos had ik door. Ja. Jeroen was zenuwachtig. Maar Thomas was de enige waarvan ik helemaal niks kon zien. En hij hield zijn mond. En, bij Roos zo duidelijk was het. Ja, bij Roos was het duidelijk, ja. Goed, we gaan kijken naar aflevering 2. Toen werd er stevig gelogen en heel weinig geld verdiend. €3500 viel er te halen in de papierfabriek. Maar als het aan mij lag, zou er geen geld in de pot komen. We lopen al 16 keer lang hetzelfde. Immanuel en Yvonne waren de perfecte slachtoffers. Ze volgden me blindelings en na een half uur rondlopen hadden we nog geen enkele opdracht gevonden. Dat is toch raar. Let's go! Maar hier waren we net al. Nee, sorry. En dan vind je eindelijk een opdracht en dan is het afrollen van een papierrol al te veel werk. Ik denk niet dat het hierin zit. Niet? Had het maar gedaan, Ima. Dat was €500 waard geweest. Maar de echte afrekening van deze opdracht, die komt later. Ze gaan een verhaal vertellen over de afgelopen 24 uur. Eén van hen spreekt daarbij niet de waarheid. In de rechtbank was mijn stagebondgenoot Diederik de leugenaar. 6 van de meest schattige kleine bevertjes met zo'n haartjes en handjes en gedoe. En ze spelen en ze ravotten. Geachte juryleden, dan is het nu tijd om een vonnis te vellen. Het enige wat ik zou moeten doen is de rest wegsturen van Diederik als leugenaar. Nou had Roos al eerder keihard gelogen tegen de groep, dus om haar als leugenaar te bestempelen was waarschijnlijk niet moeilijk. Volgende Roos. En ja hoor, Sigrid en Yvonne wezen Roos aan als leugenaar. En een koud kunstje voor mij om mijn hand ook op te steken en zo te zorgen voor een meerderheid voor Roos. Ik ben de leugenaar. Geen geld voor de pot. We hadden deze aflevering €8500 kunnen verdienen. Slechts €1750 haalde de pot. Dat is niet slecht. Ik heb het vertrouwen van de groep, dus ik ga meer risico nemen. Ja, dit vind ik zo opvallend dat je dat al durft te zeggen. Want je had veel zelfvertrouwen, maar in aflevering 2 zeg je al... nou, ik ga meer risico nemen. Is niet overmoedig? Ja, misschien een beetje, ja. Maar ik had toch echt lang in de gaten dat ik helemaal niet verdacht werd. Dus ik kon me heel vrij bewegen. En ik vond het heel leuk om meer risico te nemen. Dus ik dacht, ja, ik ga er gewoon voor. En Immanuel en Yvonne, die liepen echt de hele tijd achter me aan. En ik kon gewoon doen wat ik wilde. Ik zei, nu gaan we die kant op. Ja, we gaan die kant op. Ja, is goed. Nee, maar ik wilde bij jou, want ik had jou als bijmol. En hij was zo fanatiek. Hij vond ook enveloppen en zo. Dus ik dacht, ja, mol vindt geen enveloppen. Maar het leek serieus alsof jullie tweede avond vierdaags aan het doen waren. Echt, daar. Dat in de... I know. Ja, en dan in die rechtszaal. Want op een gegeven moment, binnen 10 minuten, waren al mensen verdwenen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen... Oh, ja. Ja. Mijn moeder kijkt en mijn moeder zou echt verdrietig zijn als ik op tv ineens weg zou zijn. Nee, ik vond het echt... Ik vond het heel spannend. Nee, dat is een stomme grap. Knip. Nee. Ik vond het echt heel spannend daar. Er zijn heel veel ruimtes maar die wij niet hebben gezien. Maar heb je eens gedacht, misschien is Yvonne of Thomas wel de mol? Nee, ik heb echt een moment gedacht dat Thomas het was. Dat moment is er niet ingekomen, maar de ruimte waar we waren met de rol, daar lag een knijper. Maar voor zover ik wist, was nog niemand daar geweest, behalve Thomas. Die was daar een keer naartoe, dus ik dacht... Wacht even, Thomas is bij de knijper geweest. We waren samen bij de knijpers. Thomas, hè? Toen keken we elkaar even aan. Toen was het zo... En toen gingen we weer door met rollen. Ja. Toen heb ik het ook maar gewist, maar ja. En dan Diederik. Daar wil ik toch wel even van horen, dat verhaal over die bevertjes. Ja. Er moet gewoon een kinderboek van komen. Ja, toch? Mij. Ja, maar het is de Beaver State, Oregon. Dus op elk nummerbord staat overal een bevertje. Dus ik hoopte dat ergens onderbewust bij die mensen... en uiteindelijk is het een verhaal van een kwartier of zo geweest. Ik weet het. Een heel kruisverhoor, dat teruggebracht. En langzaam maar zeker, nu lijkt het een beetje alsof ik iets in Yvonne de drankje heb gedaan. Zo'n
aan het smelten is. Maar dat is wel een heel vakkundig opgebouwd verhaal. Ja, ja, uiteraard. Met plotpoints en twists. Snap je? Ja, nee, om wel je vond nog meer credits te geven daarin. Ja. Dank je dan. Ja. Maar hij zei ook kano's. Nee, kajakken. Ja. Hij was echt... Hij heeft me voorgenomen in de hotelkamer. Ik dacht, ik moet een paar versprekingen doen. Van kano's, kajaks. Dat is toch kajaks, ziek? Dat ben je toch een leugenaar gewoon? Ja. Dat is toch ziek? Goed. We gaan... Ziek, ziek. We gaan door naar de volgende actie, jongens. De geldestafette. Iedere kandidaat weet dat je de mol nooit op een sleutelpositie moet zetten. Gaat goed. Dus mijn gevoel dat de groep mij nog niet doorhad, werd hierbij bevestigd. Ik mocht als allerlaatste in de geldestafette. En op deze plek bepaal je wat er wordt ingeleverd bij Art. En nadat ik even had gecheckt bij Diederik of hij mij kon zien... Diederik, kan je mij zien of niet? Ja, heel erg in de verte, maar ik zie niet precies wat je doet. Besloot ik lekker mijn gang te gaan. Ik ga verder. Lekker bezig, Thomas. Een naïeve groep. En ik kon hier en daar een biljetje laten liggen. Lekker begin van de aflevering. Ja, lekker begin van de aflevering. Jij zegt meteen wat brutaal. Het is zo brutaal. In een duimpan een beetje met geld wapperen en zeggen... Ja. Nou, echt. Als je het nu ziet, dat is echt dat dit allemaal gebeurd is ondertussen. Want jij nam inderdaad echt, hier nam je veel risico. Maar en je leek niet eens zenuwachtig dat je... Was je zenuwachtig of je gezien werd? Ik vond het wel heel spannend. Ik heb wel echt heel veel op adrenaline gedaan. Ik dacht van, ik doe het gewoon, weet je wel, ik heb uitschelen. Maar het was wel spannend, want Jochem stond echt om de hoek te kijken bij die duinen. En Diederik kon me toch wel in de verte zien. Dus het was best wel spannend. Maar het gekke aan die opdracht was dat ik heel erg bedacht had... Oké, ik sta klaar voor mijn grote molactie, dat ga ik zo meteen doen. Komt daar in één keer Jochem op me afgerend, hijgend, en die zegt... Oké, we gaan zo. Die 1500 gaan we niet spelen. En ik dacht echt, wat? Want inderdaad, er verdween daar 1500. Dat was hij. En ik dacht, ik ben toch de mol? Ga jij nou? Nee, maar dat wil ik even uitleggen. Dit moet ik even uitleggen. Want dan had ik echt... Hoe ga je dit uitleggen? Nee, ik kan het echt uitleggen. Ik denk, we gaan even kijken hoeveel geld er is. Een halfje. Het risico is te groot dat je geen ander halfje hem tegenkomt. Dus dat halfje... Dat hou ik even bij, maar dan kan je met hele weg, dan kan je hele erbij zoeken. En dan is het altijd goed. Hij loopt weg en ik denk, shit, hij heeft het gepakt natuurlijk. Wat moet ik daar nou mee? Want het is natuurlijk, dat weten ze. Er is een halve, dus die heb ik, ik denk, ja, wat moet ik ermee? Dus die heb ik, ik denk, niet bij me steken, want Emmanuel die gaat fouilleren en dan is het nog... Dus die heb ik begraven ergens in. Maar dan komt het. Toen heb ik daarna nog tegen Thomas gezegd... Thomas, je weet dat ik 1500 heb. Dat is weg. Dat is er nooit geweest. Als jij niks zegt, kun jij heel ver komen. En ik dacht... Oké. Okay. Ja, dit zei je allemaal tegen de mol. Ik vond het heel fijn. Hij is heel fijn. Ja, ik vond het heel fijn. Ik dacht alleen maar, goed, ik heb 500 euro weggemoffeld en 1500. Ja. Maar het mooiste was ook dat aan het eind van die opdracht de verwarring zo groot was dat iedereen boos op elkaar was. Ja, over, ja maar jij? Nee, jij. Ja, maar jij had 500. Ja, maar jij had 1500. Ja. En met totale verwarring stappen we weer in dat busje. Nou ja, wat is hier gebeurd? Ja. Totaal. Ja. Daar begon het al inderdaad. Goed, we gaan naar de volgende actie. Die wordt ook wel de rijdende ramp genoemd. En wij noemen hem de rijdende route. Third, dan gaan we naar Fifth. Zijn we dan daar? We komen naar Fifth Avenue. De rijdende route, wat een heerlijke opdracht. Achter het stuur van zo'n Amerikaanse bakje in een stad die je niet kent... Hoe moeilijk is het om elkaar niet te vinden of kwijt te raken, verwarring te zaaien? Wacht even, wat staat hier? Second Avenue, met de auto. Gaan we naar links. Ja? Toen we eindelijk bij elkaar waren, kon ik het niet laten om steeds even dat gas in te drukken. Om nog net dat oranje stoplicht te halen en de anderen het nakijken te geven. Hey, jongens, let op de groene en oranje lichter. Jammer, joh. Hoi. Oh, die zijn helemaal niet achter ons. Wie is er niet achter ons? Er is niemand achter ons.
lekker tijd rekken, zodat we niet opnieuw konden beginnen. Stemming rechts, misschien is dat het wel. Kerkje. En toen Sanne ook nog opperde om naar de kerk te gaan, was de rijdende route definitief een rijdende ramp voor de groep dan. Ja, de rijdende ramp, Sanne. Jij zat hier dus met de mol in de auto. Volgens mij had je toen nog niks door, toch? Nee, ik dacht alleen, wat rijdt hij slecht. Dat had ik ook. Ik vond het zo zonde, want ja. ik zei toen, ik heb niet in de helikopter gezeten. Ik had nog iets. Oh ja, ik was niet weggeplukt bij de papierfabriek. Toen mochten we samen in een auto. Toen zei ik, nou vind ik dat ik mag rijden, want ik heb gewoon nog nooit iets mogen doen. Je mag iets leuks. Ik wil heel graag rijden. Ik wil heel graag rijden. Zei ik, nou, dat gun ik je. Oké. En toen reed hij. Toen dacht ik, vind als je mag rijden in zo'n auto, moet je goed kunnen rijden. Dus ik was gewoon. Het kwam niet in me op dat hij de mol was. Ik dacht alleen, waarom als je slecht rijdt, mag jij sturen? Wij zaten in de auto achter jullie. En ik heb echt een aantal keer tegen Roos gevloekt over, als je in kolonnen rijdt, ga je nooit door oranje. Je weet toch hoe dat werkt? Daar hadden jullie tijd voor tussen het zingen door. Nou ja, op een gegeven moment hebben wij toch een plan opgegeven. Dachten, het is tijd voor een liedje. Ja, maar het vertrouwen in Thomas op dit moment dus tijdens de serie was groot. En dat vertrouwen bleef ook groot. Opnieuw zet de groep mij op een sleutelpositie. Ik mag proberen het geld te verdubbelen. Als het niet lukt, zou het geld ervan afgaan. Ja, natuurlijk haal ik de overkant niet. Maar dat was trouwens nog best wel spannend, want Cowboy Trevor liet me toch een heel eind komen. Hij is altijd te laat. Die cowboy is altijd te laat op plaats. Vlak voor de finish even vertragen, me groot maken en een handje uitsteken. En het was gebeurd. Thomas heeft het op het nippertje niet gehaald. Het was goed genoeg. Geen verdubbelaar en geld uit de pot gehouden. Het geeft niks, maar het is wel jammer. Ja. Het is niet erg, maar wel jammer. Toch, Sanne? Ja, het geeft niks, maar het is wel jammer, zei je inderdaad, Sanne. Ik heb gezien op Twitter dat er t-shirts van worden gedrukt. Het geeft niks, maar het is wel jammer. Hij had hier weer de sleutelpositie, Thomas. Hoe deden jullie dat überhaupt? Wat is daar gebeurd dat hij dat mocht doen, dat laatste ding? Het was op conditie volgens mij. Jullie dachten, je bent de snelste, de sterkste. Zowel bij de duinen als bij de lasso hadden we het idee van, oké, de kans. Ja. Want omdat we het niet wisten, in ieder geval de kandidaat met de grootste kans van slagen is degene die er gewoon ietsje atleet. Nou goed, weet je, ze zouden hier een keuze kunnen maken en dan, wie zou je kiezen? Snap je dat idee? Ja. En dus het idee dat hij de mol kon zijn, dat was hier absoluut nog niet. Hij was niet bij niemand. Bij niemand. Hij was niet verdacht en hij was atletisch. Hij voldeed aan alle eisen. Ja. Maar serieus, het ging zo af en toe langs in mijn hoofd, door dat gesprek met mezelf van Thomas. En er was echt van Vincent die langs op. Nee. Maar denk je, nee. Thomas, nee. Nooit. Heel goed. Nou, we gaan nu, ik denk dat het een beetje pijnlijk wordt voor sommige mensen, maar we gaan naar de laatste opdracht van aflevering 4. Ja. Toen was nog steeds niemand zeker van zijn mol. En toen bleek een joker goud waard te zijn. Oh. Hoeveel zouden 3 jokers jou waard zijn? 1500 euro. Niks. 3500. Niks. 750 euro. Hoeveel heb jij over voor 3 jokers? Nou, die jokers interesseert me natuurlijk helemaal niks. Ik wil zoveel mogelijk geld uit de pot. Wat een heerlijke dag om de mol te zijn. We begonnen de dag met 8.080 euro in de pot. En na de veiling... Het enige wat ik moest doen was ervoor zorgen dat de veiling goed op gang kwam en goed op gang bleef. Dus het eerste bod kwam van mij en ik bleef de prijs opdrijven. Natuurlijk zou ik niet als koop overgaan. Ik bedoel, wat moet ik nou met een joker? Ik speel liever de verontwaardigde kandidaat die steeds op het nippertje achter het net vist. En nou, dat ging vrijwel goed. De kandidaten gingen mee, want ja, natuurlijk wil elke kandidaat een joker hebben. Ik dacht, ja, hallo, wacht even, Thomas. Als jij dan toch gaat bieden, dan ga ik tegen jou op. Wat er gebeurt, die joker is voor mij. En na deze mooie, interessante, maar pittige veiling
is er nog een bedrag. Ik kan bijna niet stoppen met lachen. Wat heerlijk. Een bedrag van 1280 euro over. We hebben een verlies van 6800 euro. Missie geslaagd. Ja. Heel knap gedaan, Thomas. Maar, Jochem van Gelder. Ja. Jij zei vooraf, hoeveel heb je over voor een joker? 0 euro, zei jij. En vervolgens bied jij het meest van iedereen 3500 euro. Wat gebeurde daar? Oh, dat kan ik toch weer even uitleggen. Oké. Ik lijk heel die lust wel, toch? Maar, nee, wij zaten, en ik, volgens mij was Sigrid er ook bij. Sigrid en ik zaten vol op Diederik. Eigenlijk wisten we het al. Mm-hmm. Want we zaten daarvoor op Roos. En Diederik, Roos ging eruit, dus Diederik was gewoon... Dus wij wisten, ja, hoeven niks te bieden voor Mol, of voor een joker, is niet interessant. Maar daarna begon het. En toen dacht ik, ja, toen werd het ook een soort van prestigekwest. Dit was voor mij ook een soort overleven. En toen ging er 2700, ging er een mol of een joker uit. En voor 2000. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja... Nou wil ik hem ook hebben ook. Ik zou hem best wel eens nodig kunnen hebben. Ja. En hij ging, maar ik denk, nooit. We hadden tot 7000 door kunnen gaan. Ja. Ik denk, hij is van mij. Het kan nooit zo zijn dat we... En heel veel geld. En dat ik niet eens die joker heb. Nee, je moest hem hebben. Dus ik moest hem gewoon hebben. Er werd online heel veel gespeculeerd over dat er misschien dit jaar 2 mollen zouden zijn. Dat klopt niet. Maar de titel hulpmol zou ik jou toch zeker mee willen geven. Het is een eretitel, Jochem. Ja, maar het was geen echte bewuste... Het is het verschil tussen doodslag of moord. Moord is met voorkeur. En dit was door omstandigheden. Ja, ja. Noodweer was het dan. Noodweer. Overleven. Ja, maar de stemming hierdoor was wel tot onder het nulpunt een beetje in de groep. Behalve bij jou natuurlijk, Thomas. Maar er volgde een verbroederende tocht. Hmm. We zijn halverwege en volgens mij verdenkt nog steeds niemand me. De pot had op dit moment op 26.500 euro kunnen staan. Er zit slechts 1280 euro in. Ik besluit te gaan genieten van mijn positie in de groep en even te ontspannen. We koken samen, we lachen samen, we eten samen. Iedereen vergeet even dat er iemand is die de boel belaat. De sterren komen tevoorschijn. Oh, ja. Ik ga zo lekker slapen. Hey! Hi! You've got mail. Oh, wow. You have a nice message. Topbericht. Volgens mij is, hoe heet het ook weer, Thomas? Bevangen door de buitenlucht of zo. Die doet echt heel raar. Door de Pony Express wordt mij een kans geboden om een hechte band met Jochem te smeden. Ik denk dat wij die kamer moeten kunnen helpen. Denk je dat? Als er een zak, een jutezak met tools. Samen een joker maken zorgt er misschien wel voor, als ik dat fanatiek genoeg aanpak, dat ik nooit op zijn verdachtenlijstje terechtkom. Nou, we kunnen wel concluderen dat die tactiek heeft gewerkt, hè, Jochem, ja, of niet? Ja, heeft gelukt. Ja. Is gelukt, ja. Die nachtelijke actie zorgde voor... Nou, wat eigenlijk was heel spannend, was dat. Dat was zo spannend, ja. We hoorden het mensen om ons heen snurken en we dachten alleen maar... Oh, dat gaat lukken. En hoe zat het nou met Diederik die rechtop zat in bed? Ja. Wat was dat? Ja, dat is nog steeds... Dat weet ik ook niet helemaal. Misschien moet Diederik er maar even weet uitleggen. Want op een gegeven moment waren wij bezig en we hadden net de tweede joker hadden we gebrand. Ja, en toen stond er goed op. En ik keek en in één keer... Stijl op, in de slaapzaal. Ja, en ik denk, nou, dit is klaar. We hebben niks. Wat was het, Diederik? Ik slaapwandel. Okay, en ik heb niks gezien. Nee, nou. Dan wil ik, Jeroen, dit was jouw afscheid. Hè? Dit was het laatste voor jou wat je meemaakt. Was het een goede herinnering, die Oregon Trail? Ja, dat is fantastisch. Maar ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Dat dit echt... Ja. We moeten dit nog een keer met z'n allen gaan doen, maar dan zonder het spel erbij. Ja, zonder Thomas. En zonder... Ja. Nee, dat was fantastisch. Maar ik kon ook helemaal niks. Ik was totaal zonder enige clue in die aflevering. Dat ik dacht, maar wat dan? Wat moet ik hier dan ontdekken? Die voor een mooie afscheid. Jeroen heeft mij wel geholpen uiteindelijk. Omdat ik wist, we hadden natuurlijk een bondje toen. En ik wist dat Jeroen op Jochem had gezeten. En in die laatste dagen met z'n drieën en met z'n vieren nog. Toen dacht ik, maar wacht eens even. Waarom is Jeroen eruit als hij op Jochem heeft gezeten? Ja. Dus dat hielp dus in je denkproces. Allemaal kwartjes die lang... Sterker nog, ik ben er de laatste... Nou, mijn laatste test zat ik op Diederik en Jochem. Ja.
We gaan door met de volgende molactie. En dat was bij de rodeo. Ja. You haven't seen anybody wearing a button, right? With a sort of fingerprint shape on it. 20 euro is bij deze veiliggesteld. Als ik op de Helix Rodeo de mevrouw van 750 euro vind... Kijk, 750. Ga ik niet doen. No, thank you. Oh. Doei. Besluit ik het openbaar met haar een praatje te maken... waarbij ik duidelijk maak dat ik echt niet zoveel geld in de pot ga stoppen. Niemand die op me let. Oh. How many times did they see you? One time. Oké. Okay. Ja, dat is al gebeurd. Gaan we die nog een keer inbellen? Wat ik ook doe, iedereen weigert mij als mol te zien. Nee! Oh, Jochem, hulp, mol! Wat heel even, voor alle duidelijkheid. Jij had het hier kunnen weten. Had je gevraagd aan die vrouw, wie was er hier geweest? En later had je gemerkt dat het niet was doorgegeven. Had je gewoon geweten dat ik naast de mol zit nu? Ik kan me dit moment niet eens meer herinneren. Maar dan, Thomas, hoe zit het met jou dan? Want jij werd echt overmoedig. Want als... Ja, Jochem dan niet, maar iemand anders scherp dat dan was je hier ontmaskerd. Ja, dat was eigenlijk heel spannend, omdat ik kwam die vrouw tegen met 750 euro. Ik maak een kort praatje en ik zeg, oké, doe ik, ga verder. En ik kwam een seconde later Emmanuel tegen. En ze had het echt kunnen... Als het iets eerder was geweest, had het kunnen zien. Want je hebt ook nog een cameraploeg bij je. Dus okay. Je staat daar... Ja, dat is dus zo. Oh, ja. Je staat er niet zomaar, dus het iedereen liep gewoon overal rond en ik wist niet zeker of ik te zien was of niet. Dus het was best wel spannend. En zeker dan, nu ik weet dat Jochem heel close was. Maar eigenlijk helemaal niet. Maar wat je daar heel, goeie geweest, wat je daar heel slim bij mij had gedaan... Dus jij was echt boos op mij. Omdat ik had best wel issues met die mensen. Die hebben een leuke dag. En je moest het aanspreken. Ik vond het Arilex. Ik was het moe en ik was een beetje chagrijnig. Ja. Maar jij was echt oprecht boos op mij. Omdat we hadden je kunnen winnen. Hadden wij die vrijstelling kunnen doen. En je hebt echt drie keer heb je mij op mij inlopen praten. Ben je een loser? Ja, zeg je er even overheen. Je doet mee met zo'n programma. En dat laten ze niet zien. Hè? Nee. Ja, goed dat jij het nu vermeldt dan, Diederik. We gaan heel snel door met de volgende molactie. En nou, ze zitten hier in de studio. Eterdiscipline. Eterdiscipline. Daar heb je geen mol voor nodig om dat te laten mislukken. Ondanks alle goede lessen van Ellie Lust. Sanne voor de rest. Hallo. Hallo, Jochem voor Emmanuelle. Hoor je mij? Natuurlijk heb ik deze opdracht al lang door. Maar ja. Iedereen ingevuld. Thomas? Doe een beetje moeilijk. Begrijp het echt niet. Wat een moeilijke opdracht. Wat is de guilty pleasure van Thomas? Ima over voor iemand. Wat ligt er onder het bed van Jochem? Mijn vraag. Als Diederik bij één gebeurtenis... Als ik iemand stoor, Diederik hier nog een keer. Dus... Jochem, wat zou die het liefst willen eten? Hè? Dat kan maar niet. Er is een kink in de kabel. Ik? Hallo Jochem van Thomas. Hoe oud was Diederik toen hij Femke zoende? Wat? Wat was je vraag? Luisteren en doorgeven is zo vermoeiend. Oké, ik sta wel op. Ja, jongens. Mij valt straks iets te verwijten. Schep je hem af op. Emmanuel, geef even door aan Jochem dat hij zijn porto heel goed moet indrukken. Want er vallen steeds dingen weg. En dat is heel irritant. Shit. Van de 25 vragen zijn er 8 beantwoord. Geen idee waar de rest is blijven steken. Ja, als kandidaat had jij het dekmantel goed op orde. Want je viel niet echt heel erg op in de groep. Maar als ik je zo als mol zie, dan heb je volgens mij ongelooflijk veel lol gehad. Heel veel lol gehad. En eigenlijk ligt mijn persoonlijkheid iets dichter bij de mol dan bij de kandidaat, Thomas. En dat klinkt nu heel naar, maar dat zei ik niet zo. Dat vind ik wel heel naar. Maar ja. Dat liegen en bedriegen, dat vind ik helemaal verschrikkelijk. Maar, maar dat actieve en dat fanatieke, dat ben ik eigenlijk. En mensen die me goed kennen, die weten ook gewoon dat ik van spelletjes hou. En dat ik toch excentrieker ben dan de kandidaat, Thomas. Die was vrij stil en een beetje zenuwachtig. Het was een perfecte dekmantel. Je hebt daardoor heel goed gespeeld. Maar die lol als mol, die zien we ook bij... de volgende opdracht. De opdracht opschieten. Ja.
tijd gaat nu in. Heel goed, Thomas. Goed, man. Zo snel mogelijk een rondje rijden. Hij gaat lekker, hoor. Zodat ik heel weinig tijd zou hebben tijdens de echte ronde, waar ik geld te verdienen vind. 32 seconden. Oh. Dat was de begintactiek. En dat lukte vrij aardig. Ik was best snel. 32 seconden. Ja, 100 euro. Maar mijn medekandidaten waren slim. En ze hadden afgesproken dat ze zouden roepen als de helft van de tijd om was. Helft! Zodat ik dan nog genoeg tijd zou hebben om de finish te halen. En geld zou kunnen verdienen voor de pots. Ja, oh. Maar gelukkig waren daar de oordoppen. Ja, het is echt... Ja, maar wel super. Het zat helemaal in de zone. Super knap dat je raak schiet gewoon. Dat is je hoort, niet hoort ons niet meer, hè? Nee, al dat geknal is dus niet goed voor je trommelvliezen. En een bijkomend voordeel is dan dat ik het geroep van jullie, mijn lieve medekandidaten, niet kan horen. En volgens mij was, Sanne, dit was de opdracht waarbij jouw belangstelling voor Thomas werd gewekt. Ja, want ik was de enige andere die ook doppen in had en ik kon alles uitstekend horen. En ik weet nog jouw hoofd. En toen dacht ik, wacht eens even, Thomas Kamaert, Vlaming, acteur die je bent. Toen kwam hij echt zo, hij kwam met een hoofd. Ik hoor niks. Ik hoor niks. Toen dacht ik, nou, dat kan niet. Dat kan niet. Want ik heb ook het rondje, toen ik het rondje had gedaan, toen dacht ik, ik heb alles gehoord. Ja. En we hebben gefloten, we hebben gegild. Doorrijden. En toen ik aan het biechten was, dacht ik, wacht eens even. En de rest heeft gewoon die doppen uitgedaan en vergaande tinnitus op dit moment. Ja. Ik hoor helemaal niet wat hier gebeurt in deze studio. Nou ja, dat zorgde dus dat jij begon te kijken naar Thomas. En dat zorgde ook dat de eenheid in de groep wat minder werd. Dat zagen we ook in de laatste aflevering in Moltown. De ene laatste opdracht en nog maar met z'n drieën. De legende van Moltown. Dit was een echte opdracht voor Diederik geweest. Dus hij loopt oostelijk. Tenminste, daar gaat de zon op, denk ik. Oh, daar is er gewoon de saloon. Daar staat er gewoon. Maar Sanne bleek er ook vrij goed in te zijn. Hier woont Sundown Jackson. Zo, klaar. Dan moeten we niet even in een huisje gaan kijken. Misschien dat we een aanwijzing vinden dat daar iemand woont. Jochem die rende als een kip zonder kop door het stadje. Dus ik besloot hem maar te volgen. Hier staat nu Tyler Red Socks McKenzie. Woont het dichtst bij het meest bezochte plek in het dorp. Dat is de bar. Gaat mislukken. Yes. Wie heeft hier Sundown Jackson neerhangen? Het is een vrouwenhuis. Dat kan niet anders. Ja, echt alleen. Echt, we moeten die twee heren opschuiven. Zo. Klaar. Ieder bordje dat goed werd geplaatst door Sanne, werd door mij weer verplaatst. Kijk, zij woont nu naast een vrouw en ze duldt geen andere vrouwen naast. Je hebt het dan verhangen, want ik heb het. Het resultaat ligt er niet om. In plaats van 1500 euro, 150 euro in de pot. Het is weer heel knap. Heel erg. Wie heeft het dan verhangen? Dit is toch heel erg. Ik niet. Zelf gedaan. Maar hoe zat het met die inrichting van die huis? Ja, maar dat is echt toch een dingetje, hoor. Nee. Nee, maar als er een Sundowns Jack of wat dan ook... en er staat een naaimachine en een poppenhuis... en dan kan Sundowns Jack dan nooit wonen. Dat is echt een foutje geweest in het bedenken, hoor. Dat heeft niets te maken. Maar wacht, wel zo. Ik heb daar heel veel complimenten over gehad. Ja, ja. Dat ik dat goed heb gezien. Ik vraag me af van wie dan? Loop maar achter Jochem aan. Dat zegt toch iets. Maar dat heeft hij mij niet gezegd in mijn... Nee. Ja. Want dan was het stuk makkelijker geweest. Sanne, het is ongelooflijk knap hoe jij Thomas uiteindelijk hebt ontmaskerd. Want we hebben echt de kwartjes kunnen zien vallen bij jou in aflevering 8 en 9. Je hebt alle theorieën, alle waarheden, alle leugens perfect weten te combineren. En zo kwam je tot de conclusie dat Thomas de Mol is. Nog één keer een groot applaus voor jou als winnaar. Ja. Madame. Thomas, ik heb het al gezegd, maar ik herhaal het nog één keer. Het is echt lang geleden dat een mol maar door één kandidaat... en dan ook nog eens zo laat is ontdekt. Je hebt het echt heel erg knap gedaan. Dank je wel. En nou kan ik dat wel zeggen, ja. Maar nou kan ik dat wel zeggen, maar het lijkt me nou eigenlijk veel gepaster... dat de enige wetenschapper hier aan tafel, de man die vanaf dag 1 jouw bondgenoot... ons, nou, zeg in 30 seconden uitlegt waarom Thomas misschien wel de beste mol ooit is.
Thomas is de beste mol ooit. Omdat zelfs in die 3,5 week dat ik met jou gewoon door heb gebracht, we hebben alles besproken, alles doorgaan. En het is niet dat je niet te lezen bent, het is nog veel akeliger. Je komt gewoon als een hele vriendelijke, zachte jongen. En dat ben je ook. Alleen, je bent emotioneel een hele vriendelijke, zachte jongen. Want zo ben je echt. En daarna heb ik je ook zo leren kennen. Maar ondertussen zit er altijd een sublaagje. En dat is misschien dat acteren in je. Dat je een beetje beschouwend naar jezelf kan kijken. En ondertussen als een onderlaagje gewoon een klootzak kan spelen. Nou, dat is hier fantastisch. Dat is toch een heel mooi compliment, Thomas. Oh, ja. Sterrenbeeldje. Nou. En misschien, jullie geloven het misschien niet, maar er waren echt toch best wel wat geheime aanwijzingen in dit seizoen. Heel geheim. Heel geheim. Niet ontdekt. En er waren er echt wel wat. Er waren in Nederland heel veel theorieën. En wij gaan nu naar buiten. En ondertussen zetten we de echte verborgen aanwijzingen op een rijtje. In De Leader had De Mol als enige heel duidelijk twee gezichten. Hij speelde een dubbelrol, die van De Mol en die van de perfecte kandidaat. In aflevering 2 op de verlaten kermis riep De Mol in de attractie... Holy moly. Holy moly, een verwijzing naar zijn identiteit. En bij de waslijnenopdracht in de papierfabriek zie je papieren met de tekst halverwege en mol. En precies halverwege de aflevering is De Mol te zien. Ook de afleveringstitels wezen allemaal als vanouds naar De Mol. De titel van aflevering 4 was Meer dan normaal. De Mol had meer lasso's dan de kandidaten. De teugels in handen van aflevering 5 refereerden aan De Mol die envelop nummer 2 achterhield bij het kampvuur. En daarmee de teugels in handen had tijdens de geheime missie. En de dubbelzinnige titel van aflevering 9, Het einde in zicht. De titel eindigt op een T, de beginletter van de voornaam van De Mol. In aflevering 3 stond op de kaft van het bovenste boek een oranje vingerafdruk. Een verwijzing naar Soldaat van Oranje, een rol die De Mol lange tijd speelde. En in aflevering 5 was er een muzikale aanwijzing. De Vuur Elise Bagatelle nummer 25... was 4 keer te horen. 25 april is de verjaardag van De Mol. En om alle twijfel weg te nemen, zette De Mol overduidelijk zijn handtekening. Op 2 jokers bij het kampvuur. En in het gras bij de maaiopdracht. Ja, ik kan ook wel een maken. Mag het? Jullie hebben er heel lang op moeten wachten. Jullie hebben er echt lang op moeten wachten. Maar hier zijn ze dan toch echt. De verliezend finalist Jochem, de winnaar Sanne en de mol Thomas! Het spel is gespeeld, De Mol is bekend. En daarmee is dit de allerlaatste aflevering van Wie is de Mol 2017. Ga voor exclusief materiaal naar wieisdemol.nl. Ik zie je heel graag op 30 maart bij mijn nieuwe programma De Helden van de Wildernis. En de Mol gaat weer ondergronds. Tot volgend jaar.